vandaag dit pad gezet. Omdat we vanuit dit pad een strijd willen voeren tegen woningcorporatie IJmere. Die van deze buurt, een oude arbeidersbuurt, staat in de jaren 20. Daar willen ze een hele dure Joppenwijk van maken. En vanuit dit pand willen we daar actie tegen voeren. Die buurt is dus een oude arbeiderswijk uit de jaren 20 met allemaal sociale huurwoningen. IJmere heeft dat in 2004 in handen gekregen. Gratis eigenlijk, via fusies hebben ze dat gewoon op zak gekregen. En in plaats van dat ze het oude karakter van de wijk behouden, dus sociale huurwoningen en de monumentale waarde van de panden, het enige wat zij willen doen, is zonder overleg met de buurtbewoners, grote delen van de wijk slopen en nieuwe dure woningen bouwen. En dat zijn voornamelijk vrije marktwoningen, die dan voor enorme bedragen, in ieder geval heel erg veel meer dan wat huidige huurders betalen, op de markt zullen komen. En maakt onderdeel uit van een proces wat je in heel Amsterdam ziet. En dat is niet alleen in Noord, maar ook in andere wijken in Amsterdam. Dat woningcorporaties een heel sterke rol spelen in het uitverkopen van de sociale huurmarkt. En dat allemaal dure woningen voor terugbrengen die Amsterdammers niet meer kunnen betalen. Dat je voornamelijk mensen van buitenaf die hier dure woningjes komen kopen. En dat is iets waar we heel erg tegen zijn en waar we een punt van gaan maken. De buurtbewoners zijn al heel erg lang bezig met IJmere. Die liggen al heel erg lang in de clinch. En wij gaan zeker proberen om de buurtbewoners te ondersteunen in de protesten die ze al voeren met IJmere. Die buurtbewoners die zijn al. Toen IJmere de wijk in 2004 verkreeg, toen zag je al dat. Dat ze de bewoners van het begin eigenlijk niet bij betrokken hebben. En heel vaak ook misleid hebben met verkeerde informatie. Dus wat dat betreft, die bewoners zijn al heel lang heel erg boos. Sommigen zijn ook een beetje moedeloos, want ze zijn al 8 jaar bezig proberen ze hun wijkje te redden. En het lijkt er nu op dat IJmere toch in staat is, terwijl iedereen tegen is, de gemeente is tegen, de lokale politici, monumentenorganisaties, veel wetenschappers, heel veel organisaties zijn er tegen. En toch zijn ze het aan het doordrukken. Daarom vinden wij het belangrijk dat hier nu iets gebeurt. Met name in de acties die ze al voeren. Maar we willen ook bijvoorbeeld proberen anti-krakers en tijdelijke bewoners met elkaar te verbinden. Door hun door elkaar voor te stellen, zorgen dat die niet meer in hun eentje staan tegen zo'n machtige corporatie als IJmere. Maar dat die samen de strijd aan kunnen binden met het wanstaltige beleid dat IJmere invoert. Dus dat is een heel belangrijk iets. En andere lokale organisaties, monumentenorganisaties, die met elkaar aan tafel brengen en samen één vuist maken tegen IJmere. Dit is een woning in het voorbeeldblok. Wat bedoelde? Dat is het gedeelte van de buurt die als eerst aangepakt gaat worden. Deze woning staat al jaren leeg. En zoals je gezien hebt, is het een perfecte woning waar heel goed gewoond kan worden. Op dit moment is het bezet voor zowel het aantal jongeren die hier gewoon kunnen gaan wonen. Die al heel lang in woningnood verkeren. En bijvoorbeeld die net in Amsterdam zijn gaan studeren en die geen plek kunnen vinden in Amsterdam. Dus dat is essentieel. En het andere is, van hieruit gaat ook een actiecentrum gestart worden. Waar we met buurtbewoners, tijdelijke bewoners en andere actie kunnen voeren tegen IJmere en de gemeentes. Zolang ze dat beleid steunen van IJmere. Dat zie je ook, dat is een ander onderdeel wat IJmere doet. De huurdersvereniging is bijvoorbeeld uit hun kantoortje gezet. Dus die kunnen niet meer daar vergaderen. Je ziet ook dat heel erg veel andere horecaondernemingen of winkeliers of andere kleine bedrijven hier in de buurt worden weggepest door IJmere. De IJmere gaat naar ze toe en zegt van hey, jullie passen niet meer in het karakter van deze buurt, dus jullie moeten opkrassen. Dus veel daarvan vertrekken. En wat komt daarvoor in de plaats? IJmere vraagt creatievelingen, hippe bedrijfjes, kleine vintage winkeltjes om hier gratis in de buurt te komen. En daarmee maken ze de buurt rijp voor dat proces. Dus de nieuwkomers die hebben nu dat filmmuseum in de hoek, maar ook een heel leuk gezellig Grand Café en allemaal leuke vintage winkeltjes. Dus die komen hier waarschijnlijk wel en willen hier graag gaan wonen. En dat is dus, IJmere geeft dat proces heel actief vorm. Ze zijn heel erg hard zelf bezig om zo'n wijk dat proces in te sturen. Daarmee bereiden ze de wijk voor op een transformatie waar zij heel erg veel geld aan kunnen verdienen. Over de rug van mensen die hier al heel lang wonen. Ik denk dat voor vandaag is het heel erg goed gegaan. We hebben de woning bezet. Er waren veel mensen en we zijn binnen en dat is heel erg mooi. Hoe we vanaf nu gaan vormgeven is met name ook in samenwerking met buurtbewoners en tijdelijke bewoners.
Dus dat zal zich nog een beetje moeten ontwikkelen. Maar uiteindelijk is ons doel is om te verzorgen dat de buurt niet gesloopt wordt, ten eerste. Dat de bewonerswensen weer voorop komen te staan. Dus dat de bewoners kunnen bepalen wat er met hun buurt gebeurt. En ten derde, maar dat is een iets breder verhaal, eisen wij eigenlijk het recht op de stad voor deze wijk. En dat betekent eigenlijk dat wij zien deze wijk, betalen al 90 jaar mensen hier huur voor deze wijk. Amsterdammers, bewoners in deze buurt. En wij vinden eigenlijk dat deze woningjes daarmee al lang zijn afbetaald. Dus je kan jezelf afvragen, van wie is deze wijk? Is dat van een woningcorporatie, van de gemeente? Ja, wij vinden dat dit gewoon al afbetaald is door de Amsterdammer, de Van der Pek bewoner. En dat deze buurt nu toebehoort aan de bewoners, hun kinderen en andere Amsterdammers die behoefte hebben aan een betaalbare woonruimte. Dat is heel erg belangrijk. Dat is een soort recht op de stad dat wij nu opeisen. Dat mensen die hier nu wonen zelf kunnen bepalen wat er in deze buurt gebeurt.